Mijn naam is Annika. Ah, jou ken ik toch? Nee, niet die Annika. Ook al ben ik daar trouwens wel naar vernoemd. Ik voel me nog een beetje ongemakkelijk. Dat snap ik. 2 jaar terug stopte ik met mijn vorige baan om helemaal mijn droom achterna te gaan. Namelijk video's maken en presenteren. En in Annika doet het gewoon ga ik iedere aflevering in gesprek met een vrouw of man die ik inspirerend vind of een bijzonder verhaal heeft. De rode lijn? Dit zijn mensen die doen het gewoon. Ja. Het moment dat je denkt van, kappen mee. Dat is juist het moment dat je moet doorduwen. De ene keer hebben we het over carrière en mindset. De andere keer over het ouderschap. En ja, soms ook. Soms krijg je zo'n dikke poes, hè? Met zo'n, ja. Over dikke poesen. Weet je, kijk maar gewoon. Hallo lieve mensen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Annika doet het gewoon. En voordat we naar de aflevering gaan, even een korte huishoudelijke mededeling. Als je namelijk geen één aflevering wil missen van Annika doet het gewoon, zorg dan dat je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Het is gratis en je mist dus niks. En je support gelijk mijn kanaal. Dus dankjewel alvast. Dan gaan we nu snel door naar de aflevering. Ja, want dit is Helene Lameijer. Ze is spoedeisende hulparts, ondernemer en ze is niet bang om buiten de gebaande paden te gaan. Ze is op Instagram zichtbaar als arts en deelt zowel persoonlijke dingen als medische kennis. En ze bracht zelfs haar eigen Instagram reanimatiecursus online. Het zichtbaar zijn als arts is best bijzonder. En dat vond ze daarom aan het begin ook wel spannend. Ik reisde af naar Groningen. Kijk, hier zie je mij in oud zitten. Om haar te vragen hoe ze, ondanks dat het dus nieuw was om dit als arts te doen, ze dit toch gewoon is gaan doen. Wat haar drijfveren zijn en we krijgen een inkijkje in haar bijzondere leven als spoedeisende hulparts. Jij bent een arts die levens redt op Instagram. Kun je dat eens uitleggen wat je doet en waarom je dat doet? Ja, nee, dat zeg je wel heel mooi. Ik geef eigenlijk online reanimatiecursussen en dat ben ik eerst gaan doen via Instagram. Er zit eigenlijk best wel een beetje een verhaal achter. Ik ben spoedeisende hulparts en als spoedeisende hulparts ben ik ook onder andere teamleider in het reanimatieteam. En ik had op een vrijdagavond ongeveer was het, een reanimatie van best wel een jonge vent, echt in de 40. En die was neergevallen in de kroeg. En op dat moment had hij een hartstilstand gekregen, maar niemand in de kroeg wist hoe die eigenlijk moest reanimeren. En nou ja, weet je, de ambulance komt altijd wel snel. Dat duurt in Nederland gemiddeld 5 tot 8 minuten. Dus die waren er ook na ongeveer 8 minuten. En die hebben die reanimatie opgestart. Maar de eerste 5 minuten zijn voor een reanimatie, voor het overleven van een reanimatie, heel erg belangrijk. Eigenlijk zijn ze wel cruciaal. En kunnen die het echt maken of breken of je een reanimatie overleeft. En dat er dus in die kroeg niemand was gestart met reanimatie, dat vond ik echt heel bijzonder. En uiteindelijk, ja, die reanimatie was op zich heel erg heftig, ook voor ons, al het zorgpersoneel. Want het is gewoon een jonge man, die ligt daar, die is daar aan het doodgaan. Dit, jonge kinderen, een partner, zijn vrienden die ook in de kroeg waren, die waren ook daar bij die reanimatie aanwezig. Oh. En helemaal in shock. En uiteindelijk hebben we die man moeten laten gaan en heeft hij die reanimatie niet overleefd. En daar heb ik best wel mee gezeten. En dan ga je naar huis in je auto en dan kun je niet echt slapen. En toen dacht ik van, dan neem ik wel even een wijntje. Misschien kan ik dan slapen. En toen ben ik nog wat gaan scrollen op Instagram. En toen zag ik dat iemand een cursus aanbood over fotografie of zo was het geloof ik, die je kon volgen via Instagram. En toen dacht ik, wacht eens even. Wat als je nu een reanimatiecursus maakt die je kunt volgen via Instagram? Want alle mensen die in zo'n kroeg staan, of niet allemaal, maar veel mensen die in een kroeg staan of op een voetbalveld of die op straat lopen of die ergens komen waar reanimaties kunnen plaatsvinden, dat zijn veelal jonge mensen. Die hebben helemaal geen tijd voor zo'n cursus ergens in een stoffig zaaltje waar je dan naartoe moet en een paar uur aan kwijt bent. En die hebben het gewoon veel te druk met carrière, kinderen, noem maar op. Maar die hebben wel tijd, net zoals ik, om 's avonds nog even te scrollen op Instagram. Dus ik dacht, wel, als je dat nou kan combineren, en toen ben ik dat gaan doen. Oh, wauw. Ja, wat je zegt, dat klopt inderdaad wel. Met zo'n reanimatiecursus denk je ook heel vaak, wanneer heb je dat nou nodig? Ja. En je hebt niet echt, je bent zelf nog jong, dus je denkt ook, je partner hoef je hopelijk niet zo heel snel te reanimeren. Maar dat kan natuurlijk altijd iets gebeuren. En het kan toch ook gewoon gebeuren op straat, hè? En dan voel je mega machteloos op het moment dat je daar staat en dan gaat gewoon iemand dood en jij weet niet wat je moet doen. Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor kinderreanimaties. Kinderreanimaties zijn gelukkig hartstikke zeldzaam. Maar het zal je maar gebeuren dat het je toch gebeurt en je met je handen in het haar staat. En dan is het wel heel fijn als je voorbereid bent. En bovendien leert tijdens een reanimatiecursus ook niet alleen maar reanimeren, maar je leert ook een reanimatie voorkomen. Dus bijvoorbeeld, hoe herken je een hartinfarct of een
Hoe herken je dat iemand zich verslikt en ja, gaat stikken? En hoe moet je dat dan behandelen om te voorkomen eigenlijk dat iemand in een reanimatiesetting terechtkomt? Dat kun je ook allemaal leren in zo'n cursus. En zo kun je eigenlijk al, als je dat hebt geleerd, handelen voordat er iets nog ergers gebeurt. Ja, dus dat idee, dat ontstond echt heel opeens. Ja, eigenlijk heel praktisch. Doordat je dan iets meemaakt als dokter en dat je gaat afvragen van, maar hoe kan dat nou dat niemand in zo'n kroeg kan reanimeren en hoe kun je dat veranderen? Was jij op dat moment, als dat toen gebeurde, was jij toen al heel erg met Instagram bezig? Of was je toen zelf ook al zichtbaar als arts op Instagram? Ja, ik denk dat ik dat toen, ik was toen een halfjaartje ongeveer daarmee bezig. Ik was toen net klaar met mijn vervolgopleiding. Ik ben spoedeisende hulparts. Dus dan heb je geneeskunde gestudeerd. Daarna ben je basisarts. En dan kun je gaan specialiseren. En ik had me gespecialiseerd tot spoedeisende hulparts. En ik was ook net gepromoveerd. Dat betekent dat je dan heel veel wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan. En dan uiteindelijk schrijf je daar een boekje over. Moet je dat verdedigen. En dan krijg je een andere titel. Daar komt het eigenlijk op neer. En op dat moment was ik van niemand meer afhankelijk. Want ik was dus klaar met mijn vervolgopleiding. Ik had al een baan als spoedeisende hulparts, als medisch specialist, waarin je eigenlijk ook niet echt meer een baas hebt. Je moet wel verantwoordelijkheid dragen en afdragen natuurlijk, maar veel meer vrijheden. En ik was ook al gepromoveerd en daarin had ik ook geen baas meer. Dus toen dacht ik, oké, nu is het voor mij tijd om iets anders ernaast te gaan doen. En nu durf ik ook om mezelf zichtbaarder te maken online en daar medische informatie te gaan delen. Want ik hoef aan heel weinig mensen nu meer verantwoording af te dragen. Alleen aan mezelf, wel ook aan het ziekenhuis natuurlijk. Dus die heb ik wel verwittigd, die wisten daar wel van. En die vonden dat een leuk idee, dus dat is ook heel fijn. Die hebben me altijd heel erg gesteund. Maar goed, toen ben ik dus begonnen met een Instagram-kanaal. Ja. En een half jaar later was er dan die reanimatiecursus. Ja. En je zei ook, je zegt net, toen durfde ik dat te doen. Ja. Wat was dat dan dat je moest overwinnen, die durf? Toch ook wel angst wat de medische wereld ervan zal vinden. En daarvoor, wat ik al zei, ik had op dat moment eigenlijk niet echt meer bazen toen ik begon met mijn Instagram-account. En daarvoor eigenlijk nog wel. Dus je bent dan ook heel erg afhankelijk nog van wat anderen van je vinden. Ja. Tijdens mijn vervolgopleiding tot spoedeisende hulparts heb je supervisoren die je continu beoordelen. Je krijgt ook de hele tijd gewoon beoordelingen, cijfers, dat soort dingen. Hè? Of je iets goed doet of niet. En je bent afhankelijk van wat die mensen over jou denken. Of je die opleiding wel of niet haalt, onder andere. En datzelfde geldt ook met het promoveren, met het onderzoek doen. Dan heb je ook weer bazen die het voor jou kunnen maken of breken eigenlijk. En dan is het best wel spannend om iets heel onconventioneels eigenlijk te doen. Want in de medische wereld was dit toen nog niet. Het was 2018. En heeft dat jou dan ook nog ergens, dat gedeelte ook nog een beetje geremd? Dat je dacht, niemand doet dit nog, is het nou wel? Of dacht je, dat is een kans. Hoe stond je daarin? Ook eigenlijk heeft dit ook weer een beetje een verhaal. Want ik zat er al een tijdje mee te spelen met het idee van, zal ik zoiets doen? Toen ging ik op een gegeven moment koffie drinken met een vriendin van mij. En dat was hier in de buurt waar we nu zitten. Ja. En zij had hoofdpijn. En ik had die ochtend ook hoofdpijn gehad. En ik had 2 paracetamol genomen. Dus ik vroeg aan haar van, heb jij dan wel ook paracetamol genomen? En zij zei tegen mij van, dat heb ik wel, 1 tablet. Toen dacht ik, maar waarom heb jij 1 tablet paracetamol genomen? Want zij heeft hetzelfde postuur als ik, dezelfde leeftijd als ik. Zij heeft ook gewoon 2 tabletten nodig, 1000 milligram. En dacht ik, hoe kan het nou dat jij dat niet weet? En toen ging ik dat dus wat meer in mijn vriendengroep eigenlijk navragen. En toen bleek dat heel veel mensen eigenlijk niet wisten wat de juiste dosering paracetamol was voor hun lichaam eigenlijk. Ja. En dat dat dus het verschil maakte tussen dat mijn hoofdpijn was verdwenen en die van haar er nog steeds was. Dus toen dacht jij, hier is een soort gat in de markt voor dit soort kennis. Ja. En waren het, want je zei dat het ziekenhuis stond er heel erg achter wat je toen ging doen. Dacht dat is leuk. Waren dat de meeste reacties dat mensen het leuk vonden? Of kreeg je ook wel een beetje van, doen? Ja, ik had dat wel verwacht. Dat ik heel veel vanuit de medische wereld eigenlijk heel veel negatieve reacties zou krijgen. Ja. En dat was eigenlijk helemaal niet zo. Oh. Dat was eigenlijk heel bijzonder. En eerst wel een beetje van, moet je dat wel zo laten zien? Dat heb ik wel af en toe gehoord. En ik heb ook wel gehoord dat mensen achter mijn rug om wel ook dat soort dingen zeiden. Maar naar mij toe was het over het algemeen heel erg positief. En ik vond het ook wel echt heel mooi van het ziekenhuis waar ik werk, dat die ook direct zeiden van, we vertrouwen jou helemaal in dat we ervan uitgaan dat jij alleen dingen gaat delen die
ook echt door een arts gedeeld kunnen worden, mm-hmm. zeg maar. En dat je daar gewoon goed zicht op hebt wat je wel en niet moet doen. Geen selfies met patiënten. Hi. Precies, precies. Ja. En dat je geheimhoudingsplicht, dat je daaraan houdt. En ook wel dat je het ziekenhuis niet in slecht daglicht zet. Dat hebben ze niet zozeer gezegd, maar het was wel echt van, we vertrouwen gewoon echt heel erg dat jij dit goed gaat doen. Ja. En daarom staan we achter je. En dat vond ik wel echt heel bijzonder, want ik denk niet dat elk ziekenhuis dat zomaar zou doen, al helemaal niet toen, want toen was het helemaal niet normaal om een Instagram-account te hebben. Nee, dat gaat toch best wel buiten de gebaande paden. En het is wel grappig, want ik herken dat wel wat jij zegt, dat je dat in je hoofd dan... ik weet dat ik toen ik net van carrière switch en ook daar heel zichtbaar mee werd naar buiten, dacht ik heel erg van, dan gaan mensen waarschijnlijk echt denken of dit zeggen. En toen ben ik dat gaan doen. En toen waren eigenlijk alleen maar juist van, wat leuk. En hier heb ik wat aan of daar heb ik wat aan. Dat je dacht, in je hoofd maak je dat misschien veel groter dan dat het daadwerkelijk is. Ja, klopt. Ja, stom is dat eigenlijk. Hè? Ja. Want dat zijn beperkingen die je ook ervan kunnen weerhouden eigenlijk om te doen. Om het wel te gaan doen. Wat je leuk vindt. Ja. En eigenlijk moet je daar doorheen. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, want ik heb hier heel veel plezier aan ook. Ik vind het heel erg leuk om dit te doen. Ja? Wat vind je er zo leuk aan? Ik denk echt het in contact komen met mensen die nooit mijn patiënt zullen zijn eigenlijk. Ik werk dus op de spoedeisende hulp, dus ik heb daar patiënten die zijn heel erg ziek over het algemeen. Ik heb natuurlijk ook al mensen die zijn gewoon door hun enkel gegaan af en toe. Maar mijn specialisatie is echt het helpen van mensen die heel erg ziek zijn en die liggen soms in coma, die kunnen niet praten of... daarbij hoef ik niet aan te komen met weetjes over paracetamol. Dat zijn hele andere dingen. Ja. En dat je zo veel breder publiek kunt bereiken met dingen die mensen echt gezonder kunnen maken en ze echt kunnen helpen om eigenlijk de autonomie te kunnen pakken, de regie te kunnen pakken over hun eigen gezondheid. En ze bij wijze van dus kunnen helpen met het verschil tussen wel of geen hoofdpijn hebben. Ja, dat vind ik echt heel erg gaaf. En is dat dan ook echt jouw missie van ook deze Instagram en van hoe je, wat je eigenlijk allemaal doet? Ja, eigenlijk kun je mijn missie een beetje zien als mensen, de autonomie van mensen over hun eigen gezondheid vergroten. Dus dat ze echt gewoon zelf weten hoe ze gezonder kunnen gaan leven en Waar komt dat vandaan, dat jij dat zo graag wil? Heb je dat altijd al gehad, ook als toen je jonger was, dat je dacht, ik wil dit? Of... Ik heb wel altijd een beetje het idee gehad dat ik graag mensen hun leven makkelijker of mooier wilde maken. Ik heb tijdens mijn middelbare schoolperiode heb ik me ooit ingeschreven voor een mbo-opleiding schoonheidsspecialisten. Dat wou ik echt heel graag worden. En uiteindelijk kregen mijn ouders daar de rekening van. Toen moest ik ermee stoppen en gewoon doorgaan met VWO waar ik toen op zat. Maar ik vond dat echt fantastisch. Ik vind dat nog steeds een heel mooi vak. Want je kunt mensen echt iets meegeven en echt gewoon in hun schoonheid, niet alleen maar hun zelfvertrouwen enorm boosten. Dus als iemand aan mij vertelt, ik ben schoonheidsspecialist of visagist, dan denk ik altijd, wat gaaf, wat mooi. Want je kunt echt wat doen voor mensen. In de geneeskunde kan ik dat natuurlijk ook. En nu met het Instagram-account, eigenlijk ook. Ja. En dat allemaal op een heel ander vlak. Want in mijn vak, de acute geneeskunde, spoedeisende geneeskunde, dat gaat over heel andere dingen dan het stukje waar het in Instagram over gaat. Maar het is wel allemaal eigenlijk hetzelfde. Echt mensen daarin helpen om gezonder te kunnen leven. Soms om te overleven en soms om gewoon geen hoofdpijn meer te hebben. Jij vertelde net al eventjes over wat voor mensen jij allemaal ziet op de spoedeisende hulp. En dat zijn inderdaad niet de mensen die voor 2 paracetamolletjes komen. Dat lijkt mij dus best wel heftig werk ook. Ik kijk altijd met heel veel respect naar artsen die dat doen en dan daarna weer naar huis gaan en dan zoveel hebben meegemaakt op een dag. Hoe ga jij daarmee om? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het ook gewoon een heel stuk training is. Ik ben natuurlijk ook in de jaren dat ik ben gespecialiseerd tot spoedeisende hulparts zijn we enorm getraind. Ook in hoe ga je hiermee om, hoe bewaar je zelf de afstand. En ik denk dat dat heel erg helpt. Het is ook, het wordt ook een soort van gewoner. Al is dat misschien een beetje gek om te zeggen. Maar het wordt wel normaler om hele zieke mensen te zien en te helpen. En dat niet op jezelf te betrekken eigenlijk. En om daar een soort van scheidslijn, denk ik, dat het een beter woord is, in aan te brengen. En tegelijkertijd is het ook niet altijd zo dat ik naar huis ga zonder dat het me iets doet. Er zijn nog steeds dingen die me heel erg kunnen raken. Als het gaat om kleine kinderen bijvoorbeeld, kinderreanimaties. Of als er patiënten zijn die me op de een of andere manier aan mezelf of aan iemand die ik ken doen denken. Of patiënten die je gewoon heel erg leuk vindt, waar dan iets heel ergs mee is. Dat kan je dan toch alsnog wel mee naar huis nemen. Als dat gebeurt, dan bel ik vaak collega's. We hebben echt een heel erg buddy systeem.
bij ons op de spoedeisende hulp, waarbij het eigenlijk een soort van bijna wel verplicht is om als je iets echt heftigs hebt meegemaakt, om dan even je collega te bellen en daarover te praten. En als je zelf niet belt, dan word je wel gebeld. Ja? Dus dat is wel, dat, en dat is heel erg fijn. Dat om wat voor soort dingen gaat dat dan, als het dat echt heel heftig, wat valt daaronder? Nou ja, zoals kinderreanimaties bijvoorbeeld, of reanimaties van jonge mensen, maar ook hele heftige auto-ongevallen, wat er heel naar uit heeft gezien. Hele moeilijke situaties waarbij je niet weet wat er met de patiënt aan de hand is, maar die vervolgens wel onder je handen doodgaat, dat soort dingen. Dat zijn dingen die zijn gewoon heel moeilijk. Ja. En ja, daar hebben we dan wel een soort van systeem met elkaar voor bedacht. Ja. Ja. En heb je dat nu ook, nu je dan zelf... Nou ja, nu is het inmiddels bekend, denk ik, dat jij zelf ook moeder wordt. Heb je daar al over nagedacht van hoe je dat dan gaat aanpakken? Als dat meer met je doet, of zijn daar ook bepaalde systemen voor? Ik kan me voorstellen, een kinderreanimatie is heftig, maar als je dan zwanger bent of je hebt zelf een kindje, dat je dat nog meer aangaat. Ja, nou ja, ik denk dat op het moment dat er nu bijvoorbeeld een kinderreanimatie zou zijn bij ons op de spoedeisende hulp en ik ben aan het werk, dan vraag ik of mijn collega dat wil doen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, als ik de aankondiging al hoor, want wij worden dan natuurlijk gebeld door de ambulance van hey, we komen met een kindje in reanimatie. Dus dan kun je je alvast voorbereiden, maar dan zou ik me ook kunnen voorbereiden om te vragen van aan een collega of die dat dan op zich wil nemen als ik dan al voel dat dat mij te veel raakt, meer dan anders. Nou, we hadden het net al eventjes over dat jij, nou, toen met dat Instagram-account, dat jij dat gewoon uiteindelijk ben gaan doen, ondanks dat je misschien soms een beetje had van ja, is dat wel gepast dan of het is er nog niet echt. Ja. Dus er zit wel iets in jou dat jij toch het wel gewoon gaat doen in plaats van alleen met het idee rond blijven lopen, dat je die avond op Instagram zit scrollen en dat het bij een idee blijft, ga je het wel gewoon doen. Wat is, heb je dat altijd al gehad? Ja, dat denk ik wel, maar wel alleen als er bij mij echt een soort van vuurtje van binnen ontstaat. En als ik dat voel, dan denk ik, ja, dit is goed, dit is het pad wat ik moet bewandelen. En daarin, ik ben heel wetenschappelijk geschoold, ik denk ook heel wetenschappelijk, maar ik ga ook altijd echt mijn gevoel achterna. En dat is een bepaald gevoel, ja, misschien ken je het wel, echt zo hier, een beetje hoog in je buik, en dat je dan voelt, oh, je voelt het een beetje een soort van trillen, en dat je denkt, ja, dit is wat ik moet gaan doen. En dit is het pad wat ik nu moet gaan bewandelen. En dit is goed om te doen. En dan kun je nog zoveel angsten hebben, maar als je dat gevoel herkent en dat voelt, dan zit ik in ieder geval meestal wel juist. Ja. Ja. En ja, dat had ik toen ook. Ja. En ik heb toen wel ook, hè, dan ga ik wel ook nadenken van oké, hoe kan ik nu mezelf daarin een schop onder de kont geven? Dus toen ik bijvoorbeeld die reanimatiecursus ging opnemen, ging maken, uitdenken, die je kon volgen via Instagram. Inmiddels is dat niet meer op Instagram, heb ik dat helemaal uitgebreid en is dat helemaal een online cursus van Instagram af. Maar goed, het begon op Instagram. Toen ik dat ging maken, toen heb ik eerst de kaartjes verkocht. Als extra push, van dan moet ik het gaan doen. En het was een bevestiging natuurlijk ook om dat ik wist, mensen willen dit ook echt gaan doen. Want er was gelijk vraag naar, je verkocht het ook gelijk. Ja, ik verkocht het gelijk. En toen kreeg ik ook bevestiging van oké, mensen vinden dit dus kennelijk ook een goed idee. Ja. En het was een enorme stok achter de deur, want ik had al een heleboel inkomsten en ik had nog niks geleverd. Dus ik moest je wel. Ja. Ja. Wat een goede aanpak. Ja, voor mij werkt dat wel. En eigenlijk heb ik dat in het ondernemerschap laten. Want dit was eigenlijk waarmee ik ondernemer werd. Dit was het eerste wat ik ging verkopen. Waarvoor ik me bij de KVK moest inschrijven. En dat is uiteindelijk helemaal uitgegroeid tot allerlei dingen die ik doe. Maar eigenlijk heb ik het altijd zo aangepakt. Dat ik direct al ging verkopen als stok achter de deur. Zodat ik het wel moest gaan leveren. En dat het ook wel goed moest zijn. Ja. Ja. En dat is wel gelijk een goede tip, want dat zat ik net te denken. Stel dat er mensen zijn die kijken en die denken van ik zou ook wel meer gewoon dan als ik een idee in mijn hoofd heb, me minder willen tegen laten houden door, oh ja, maar wat als dat, of wat als die dat denkt, of wat als dat niet lukt. Maar het gewoon gaan doen, dan zou dat ook wel een goede tip zijn. Ja, dat denk ik wel. Voor mij werkt dat in ieder geval heel goed, want het is een enorme stok achter de deur. Maar ook wel echt je beseffen dat jouw 100%... of jouw 80%, zo moet ik het zeggen, eigenlijk de 100% van een ander is. De ander weet nog niet wat jij gaat leveren. En het hoeft niet direct al perfect te zijn. Wat ik ook heb gedaan bij de eerste cursussen die ik verkocht, is dat ik de prijs gewoon niet hoog heb gehouden. Zelfs laag, kun je wel zeggen. Omdat ik ook wist, er valt nog wel wat te leren. Dus dan hoeft het ook niet perfect te zijn.
Het wordt ook nooit perfect. Perfectie is natuurlijk een illusie. Maar het is in ieder geval goed genoeg. En dan krijg ik daarna de feedback terug en dan kan ik het weer verbeteren. En zo is het steeds beter geworden, steeds professioneler ook geworden. Nu is het helemaal een grote professionele cursus, wat ook echt door bedrijven aan hun personeel gegeven wordt. En noem maar op, wat ook inmiddels helemaal professioneel gefilmd is. Maar toen heb ik het gewoon gefilmd met een telefoon van een vriendin. En met vriendinnen die meespeelden in de scenario's van de reanimatie. Dus dat was heel simpel, was gewoon hier op de hoek, op straat. Ja. Dus het hoeft niet gelijk heel groot. En inderdaad, wat jij zegt, het hoeft niet al je eindproduct te zijn waar je mee begint. Nee, het moet wel goed genoeg zijn. Je moet wel daadwerkelijk mensen iets kunnen bieden. Anders gaan ze nooit meer wat bij je afnemen. Nee, dat ook. Maar het is anders ook gewoon slechte reclame. En ja, je wilt toch ook gewoon echt wel wat leveren voor... waarde leveren voor het geld wat mensen jou betalen. Ja. Maar het hoeft nog niet inderdaad je eindproduct te zijn of de eindversie. En er mag nog echt wel een leerproces in zitten. Zolang mensen het echt maar leuk vinden om eraan mee te doen en er ook echt daadwerkelijk wat aan hebben. Ja. Ja. En wat zijn nou nog jouw toekomstplannen qua cursussen? Of wat zou je nog heel graag, wat ga je nog meer op de markt brengen? Ja, nou, dat is iets wel spannend. Dit is heel leuk dat je dat vraagt. Want 23 augustus. We hebben de primeur. Niet, je hebt de primeur. Dan lever ik het manuscript van mijn boek in. Oh. Ik heb een boek geschreven met eigenlijk allemaal verhalen over patiënten ook. Alleen dan natuurlijk niet herleidbaar naar patiënten, maar dingen die ik meemaak. Ook privé dingen die ik meemaak en hoe dat is voor mij als dokter om bepaalde situaties mee te maken. Ik schrijf veel over mijn oma, waarmee ik een hele goede band had. Die is overleden inmiddels. Maar waar ik ook echt heel vaak op bezoek ging en heel veel wijze lessen van meekreeg. En dat komt dan 23 augustus moet ik dat manuscript inleveren. Het is nu ook echt al bijna af. En dat komt 1 december uit. Dus spannend. Dat is, en dat komt dan gewoon in de boekwinkel te liggen? Komt in de boekwinkel te liggen. De naam mag je zeker nog niet onthullen hoe het heet? Het heet Op de spoedeisende hulp. Oh. Mijn dynamische leven als SCH-arts. Wat leuk. Ja. Oh, wat spannend. Het is mega spannend. En op dit moment dat wij praten, weet eigenlijk ook niemand dit nog. Oh. Alleen echt een paar mensen, de uitgever en mijn vriend en een paar vriendinnen. Omdat ik het echt super spannend vind, omdat het heel persoonlijk is. Dus persoonlijk echt over heftige dingen die ik meemaak, wat dat met mij doet. Maar ook echt stukjes uit mijn persoonlijke leven die ik anders niet zo deel. Maar het is wel ook echt een soort van meisjesdroom van mij om nog ooit een keer een boek te schrijven. En dat komt dan uit. Wauw. Ja. En kun je één verhaal uit dat boek vertellen? Wat de meeste impact op jou heeft gemaakt? Of wat... Bijvoorbeeld een verhaal van een oude man die werd gereanimeerd, maar dat eigenlijk helemaal niet wilde. En die we toen heel bewust op een gegeven moment niet meer hebben gereanimeerd en hebben laten overlijden. En dat was een man die was helemaal alleen en die is gestorven, terwijl ik en twee verpleegkundigen naast hem stonden. En op het laatst heeft hij mijn hand vastgepakt. En hebben we zo hand in hand heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen. En dat zijn van die dingen die voor mij heel erg bijzonder zijn, omdat je dan het sterfproces van iemand mag begeleiden. En iemand die je eigenlijk niet kent, die anders helemaal alleen was overleden, dat je dan toch zo hand in hand met iemand mag zitten en terwijl die zijn laatste adem eigenlijk uitblaast. En dat zijn ook hele bijzondere dingen van de spoedeisende hulp die mij heel erg raken. Ja, en raakt dat je dan op een positieve manier? Dat je denkt, ik mag dat daar dan bij zijn. Dan kan je, dan met een fijn gevoel op terugkijken van wat fijn dat hij dat niet alleen heeft hoeven doen. Ja, ja. Klopt. En wat bijzonder dat ik er op dat moment voor iemand op deze manier ook heb mogen zijn. Hè? En dat je normaal in mijn werk eigenlijk heel veel bezig bent met levens redden. Maar dat je soms ook levens mag laten gaan en iemand mag laten sterven. Als iemand zegt van ik wil helemaal niet gereanimeerd worden, maar hij is wel sterven op dat moment. En dat je dat dan ook mooi kan maken. En dat je dat dan ook zorg kan bieden. Ja. Dat was ook gewoon een heel emotioneel moment. Dan laat je daarna ook wel een traantje, omdat het zo intiem is en zo bijzonder op dat moment. Ja. Ja. Kijk je daardoor, denk je dan ook heel anders naar leven en dood? Ik weet dat ik tot een paar jaar terug nog nooit iemand was verloren. Ja. En dat ik daardoor altijd best wel ook een soort angst had voor de dood. En heel dat ik dacht, het is heel spannend allemaal. En dat toen ik het een keer meemaakte, was het aan de ene kant super confronterend. Omdat je heel erg ziet van, het leven stopt op een gegeven moment gewoon. Maar daardoor het ook een soort van... Het was dichterbij gekomen en daardoor heb je het gezien en werd het ook wat minder spannend. Hoe is jouw band met... Mijn band met de dood? Wow. Nee, hoe kijk jij daar tegen? Is dat voor jou dan ook een soort al... Dat je er aan bijna aan gewend bent?
Nou ja, ik ben eraan gewend in die zin dat andere mensen doodgaan. Maar mijn eigen dood, dat vind ik wel iets heel moeilijks om over na te denken. En ik denk dat ik ook wel kan zeggen dat ik zelf ook wel bang ben voor de dood. En dat heeft denk ik alles te maken met... ik wil heel graag dingen verklaren. Ik ben wetenschapper, ik ben medicus. Ik wil graag overal een verklaring voor. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren na de dood. Je weet niet of er leven is na de dood. Je weet niet of er niks is na de dood. En dat is iets wat ik heel erg moeilijk vind. En waar ik mezelf ook wel, als ik ga nadenken over mijzelf en mijn eigen dood... of mijn eigen leven en de zin van mijn leven... Ja. Daar kan ik echt wel helemaal in doorslaan. Omdat ik dan steeds verder ga denken. Omdat je alles wilt verklaren. Dus wat ik zelf heel erg probeer is om dat niet te willen verklaren... en om dat maar te laten en daar niet al te veel bij mezelf over na te denken. Het is wel zo dat voor mij de dood van anderen in die zin makkelijker is geworden... omdat ik weet hoe het eruit ziet als iemand doodgaat... en omdat ik weet wat je kan betekenen op dat moment voor iemand. En hoe je de dood ook mooier of makkelijker soms kan maken. En tegelijkertijd is ook wel het... vaker zien van het stervensproces van een patiënt of een familielid... of het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar als je dat wat vaker ziet... dat je beseft dat en het leven heel kort kan zijn... en tegelijkertijd soms ook heel lang kan zijn. En mijn oma bijvoorbeeld, die is net overleden... maar die was echt wel klaar voor de dood. Die heeft haar hele leven... Het was een prachtig leven, heel interessant leven... en op het laatst was het echt gewoon klaar, was het een voltooid leven. En dan zie je dat het leven kan heel kort zijn... Het leven kan ook heel lang zijn. En in beide gevallen moet je er zoveel mogelijk van maken voor jezelf... en doen wat voor jou goed is. En dat maakt het ook wel weer makkelijker om bepaalde dingen wel gewoon te doen. Ja. Ja. Ja, omdat je inderdaad het onder je neus gebeurt van het kan zo voorbij zijn. Dus als je iets wil, als je denkt deze droom heb ik of dit lijkt me een goed idee... dan is zo'n een opmerking van iemand of zou die dat dan wel leuk vinden... dat valt echt in het niets bij... Ja, maar op een gegeven moment houdt het op. Dus absoluut. Nu moet je het doen. Ja, en zelfs eigenlijk al als je het korter pakt. Hè, als je denkt van, nou, die opmerking van die persoon... maakt dat over 5 jaar nog uit? Of maakt dat over 1 jaar nog uit? Waarschijnlijk niet. Want over 1 jaar of over 5 jaar ken je die persoon misschien helemaal niet meer. Of ben je een heel andere richting opgegaan in je leven... waarbij die persoon überhaupt niet meer uitmaakt. Nee. Dus je kunt het zelfs, denk ik, bij dromen... en het achterna gaan van je dromen gewoon nog kleiner maken... dan alleen het leven is eindig, dus... We doen het nu, maar je kunt ook denken van... nou ja, al die opmerkingen van deze mensen... doen die mensen er over 5 jaar nog toe? De kans is groot dat dat niet zo is. Nee. En ja, zo kun je het ook wat kleiner trekken... en daarmee nog meer gewoon gaan eigenlijk voor je eigen levensgeluk. Ja, en dat heb jij dus helemaal gedaan? Nou, ik probeer dat zoveel mogelijk te doen... maar het is niet zo dat ik natuurlijk immuun dat je nu ben klaar voor bent. Dit soort dingen. Dat, nee. Ik ben ook niet klaar, maar het is ook niet zo... Hey, ik kan dat heel mooi zeggen, maar natuurlijk heb ik daar ook last van... en ik denk dat dat ook wel menselijk is... ik denk, ja, je kunt het zelfs natuurlijk heel erg verklaren naar hoe we vroeger leefden. Hè? Dat we in groepen leefden en dat als je niet geaccepteerd werd door de groep... dan mocht je niet meer in de groep. Nou ja, dan ging je gewoon dood. Dan werd je doodgemaakt door een beer of zo. En dus het is voor mensen en voor het menselijk brein heel normaal... dat je wilt dat mensen je aardig vinden en dat je geaccepteerd wordt. En opmerkingen of wat voor uitingen dan ook van mensen... die aangeven dat ze het niet mee eens zijn wat jij bent gaan doen of niet met jouw droom het eens zijn, zeg maar. Ja. Dat is denk ik gewoon voor iedereen moeilijk, gewoon puur voor hoe vanwege omdat hoe je dan buiten die omdat je dan buiten die groep gaat vallen. Ja, ja, en dat echt een oerangst is die ons nu eigenlijk niet zoveel meer dient, want wij kunnen prima overleven zonder groep, al is het soms wel wat minder leuk als je niet bij de groep hoort, maar het kan wel. Dus jij hebt het ook nog steeds wel eens, dat je toch nog tegen dit soort dingen aanloopt. Ja, en ik denk dat je dat ook bijna niet kan voorkomen, omdat het zo geprogrammeerd zit, denk ik, in ons brein. Gewoon echt nog van heel erg vroeger. Maar je kunt je er wel bewust van zijn en daar dus eventjes over nadenken. En van die stappen pakken van, goh, deze persoon zegt dit nu, maar over 5 jaar maakt het dan nog uit. Ja. Of als ik nu een fout maak. Hè, de mensen zijn vaak ook best wel bang om op hun bek te gaan. Maar stel dat gebeurt. En dan wat? Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? En is dat echt wel zo erg? Ja, en dat is eigenlijk net zoals wat jij zei net met die cursus. Van, dat hoeft niet perfect. En nee. Al gaat het een paar keer mis. Hoe erg is dat? Ja, nee, ja. Precies. Hoe erg is dat? En daar heb ik wel, nou, met zo'n cursus bijvoorbeeld... het zou bijvoorbeeld wel heel erg zijn als ik de verkeerde informatie zou geven. Hè, dus dat mensen gaan reanimeren, maar dat helemaal verkeerd doen... omdat ik ze dat verkeerd heb geleerd. Ja. Dat is wel echt heel erg, want dan kun je iets erger maken... dan dat het al was. Hoewel,
Nou ja, als je iemand als je niks doet, is het eigenlijk nog veel erger. Is het eigenlijk nog veel erger. Maar bij wijze van, als ik de verkeerde medische informatie geef, dat kan heel erg zijn. Maar of ik dat nou een DT-fout maak, wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Nee. Daar gaat het over. Ja. Ja. Ja, dat is echt zo. Ja. Dus eigenlijk, we hebben echt heel veel besproken tijdens dit gesprek. Het is lastig om hier een soort één conclusie van te krijgen. En dat was ook, dat zei ik aan het begin ook al. Jij bent zoveel, je bent en ondernemer, daar heb je interessante verhalen over. En je bent arts. En je doet dingen die buiten de gebaande paden gaan met je social media. En daarmee ga je toch, weet je, doe je het in mijn ogen, doe je het gewoon. Ook omdat jij zegt dat je ook echt wel opmerkingen hebt gehad van is dat wel handig of niet. En die twijfel zelf ook hebt gehad. Ondanks dat ben je het toch gewoon gaan doen. Dus dat vind ik, daar heb ik sowieso altijd heel veel respect voor. En dat is dus ook een hele mooie tip voor mensen die kijken en die denken, ik zou dat ook wel graag willen. Maar zich door bepaalde dingen laten tegenhouden. Nou, denk ik over 1 of 5 jaar vind ik dat dan nog steeds zo belangrijk wat die persoon heeft gezegd. Ja. En probeer het niet te groots en perfect te maken. Ja. En zet dan gewoon je eerste stap. Goed genoeg is ook gewoon goed genoeg. Ja. En als je nou zit te kijken en je denkt, ik wil ook zo'n reanimatiecursus, dan kunnen ze dat vinden op jouw website, hè? Ja, mag ik die noemen? Noem het maar, Reanimatiecursus.com. Reanimatiecursus.com. Ik zet het ook even hieronder. Reanimatiecursus.com. Ja. Dankjewel, Helene. Graag gedaan. En veel succes met je boek en je spannende volgende missie, een kindje op de wereld. Ja, man, heel spannend. Ja. Heel iets nieuws. Ja, nieuwe uitdaging. Nieuwe uitdagingen. Dankjewel voor het leuke gesprek.